Welkom terug, dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Crusader Kings in een iets wat omgebouwde studio. Een groen scherm omheen. Het werkt nog niet fantastisch. Met name omdat mijn computer echt vlak langs een raam staat. Dus ja, als de zon iets aanpast, komt er dus een iets andere tint groen op het scherm vanwege het licht. Dus mocht je om me heen een klein beetje zien vlekken, dan weet je waar het vandaan komt. Ben ik me van bewust. Het zorgt er wel voor dat je in de interface dus iets meer ziet. Hè? Dus dat hoekje hier om mij heen, dat, ja, daar valt iets meer boekenkasten weg. En dus zie je iets meer van, mocht er nou net een soldaatje lopen of wat dan ook. Goed, we gaan gauw beginnen. We hebben nog wat claimpjes lopen. Aken, Holland, al verwacht ik niet. Oh, dat zeg ik nou trouwens wel, Holland. Claimants. Nee, dat heb ik natuurlijk alleen omdat het een... gebied is wat een ander geloof heeft. Misschien moet ik daar eerst een claim op leggen. Een echte claim. Zo. Ondertussen eerst maar het Aken afpakken. 1109 man tegen mij in 1967 lijkt me goed. Eindelijk Duchess Martha eens aanpakken, die toch continu loopt te klooien met onze eigen landheer. Kunnen ze in ieder geval niet zo heel veel in opstand komen. Raise the army! Ik heb meer ridders nodig. Ik heb een paar hele goede bij hoor. Off we go! Aachen. Oh zeg, ik had toch 1900 man. New funds. Oh thanks, dan kan ik volgens mij gelijk die knights inhuren. Council. Jij bent nog bezig ergens? Je bent een beetje ergens. Ja, goed zo. Kleef. Dat is mooi, maar adel 1 uur. Kort. Prisoners heb ik geen. Daar zit hij. Bijvoorbeeld. Recruit. 80, prima. 27 progress wil ik zeker. Recruit. Oh, er stond use a hook bij. Ik had hem heel makkelijk kunnen. Nou ja. Recruit. Use a hook. Oh nee. Dat is wel vrij goedkoop. Kost maar 40. 55 nodig. Nee, ook bijna. Zo dan. Kan ik dan nog een paar ridders recruiten? Nee, blijkbaar niet. Dat is dan wel weer gek. Mercenaries, holy orders, my armies. Knights. 8. Oh, dit is mijn hele goedkope. Force. Force. Forbid, want hij is mijn steward. Force. Force. Spymaster niet. Force. Force. Forbid. Dat is mijn zoon. Vazal en friend. Vazal. Dat is mijn zoon niet. Spymaster niet. Steward niet. Wel, wel, wel. Ja, volgens mij heb ik nu voldoende ridders. Oh, maar Marshall ook. Ja, ja, die moet natuurlijk het leger leiden. Dus dat... Hij mag kiezen. Hier volgens mij nu gewoon 6, ja. 6 van die knights erbij. 6 knights, ja, kom eens aan. Mooi zo. Merge. Nou, ik dacht dat die quality wel omhoog gaan. Dat valt tegen. De siege loopt in ieder geval. Dat is wel belangrijk. Ik moet even kijken of mijn screen werkt. Ja, volgens mij wel. Heresy. Cathars in Barleton. Dat maakt niet zo uit. Above domain limit. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Veel te ver dan nog. Call allies to war lijkt me niet nodig. I know what I'm doing. Oh, ik ben boos dat ik een claim op voor wat aan maken ben. Daar ligt niet zo makkelijk aan.
Hoe gaat dit? 14 dagen nog. Alexander comes of age. Heb jij al iemand gevonden die je leuk vindt? Messina to reign. Even kijken. Some of skills. Oeh, dit is goed. Sadistisch, forgiving. Dat is ook wel apart, hè? Als iemand wel een sadist, maar als iemand dan daar iets van zegt, dan zeg je wel, oh. Greedy, content, shy. Ook een beetje een aparte combinatie. Wel een hele goede learning. Hele goede learning. Ja, ik. Niet echt van hoge afkomst. Wel een fantastische learning. Zou een fantastische medic zijn voor ons. En ze heeft intelligence. Ja, ik denk dat ik er wel gewoon vraag. Content, greedy, shy. Prima. French. Maar ja, dat is dan maar zo. Send proposal. Het is natuurlijk belangrijk om dit soort mensen natuurlijk een beetje buiten de andere rijken te houden. Dat betekent dat ze niet in andere huwelijken of andere landen aan de macht komen. En dan kunnen ze tegen me gebruikt worden. Appoint escort physician. Yes. Nou, schoondochter als physician. Sheila is boos. Dat is mijn eigen vrouw volgens mij. Mijn eigen vrouw ontslagen. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Masonic dealings in the county of Lyke. Ongeveer een derde kans dat ik heel veel prestige heb. Iets minder prestige en een bak geld. Of... Ja, ik kan het ook aan hem overlaten. Dat hij het mag regelen. Dan hebben we minder kans. Ah, ik heb redelijk wat kans op in ieder geval een redelijke deal. Ik heb geen geld zien verdwijnen, dus... Oh, kijk. Nou, top. I didn't even have to use violence. Nou, precies dat. Like heeft de cooperative stonemasons construction time 50% eraf. En construction cost 10% eraf. Nou, dat is al hartstikke goed. Even mijn lijstje terug. Yep. Die is gevallen. Jij bent hier aan het siege. Daar ben ik niet zo blij mee, dus daar gaan we even iets van zeggen. En ren jij waarschijnlijk weg? Nee, niet. Oh, nou, we gaan het gevecht aan. Prima. We hebben een burgemeester gewond. We hebben een... Nou, in ieder geval nog iemand behoorlijk verwond. En dat brengt ons bij 100%. Eloïse vindt ons aardiger. Dat is belangrijk ook. Niet dat het nog te redden is. Hoewel, plus 6. Plus 6, daar doen we het voor. Ja, we zijn natuurlijk alleen bezig aan man om te leggen. Dus wat dat betreft kunnen we beter... Ik wou zeggen de paus, maar... Oh, we hebben een atletische paus. Grappig. Personal send gift. Abduct, nee. Quest claim, nee, dat gaat hij nooit goed vinden. Nee, dan, nou ja, dan gaan we toch maar even kijken of we de paus tevreden kunnen houden. Deze is niet echt van gediend. Oké. Okay. Murder? Nou, nee. Abduct. De paus ontvoeren. Lijkt me ook niet een hele strakke actie. Nee, nee, dan laat me even zo. Misschien kan ik de koning van West-Frankia nog een beetje aan mijn zij krijgen. 42% kans. Dit is 100. Enforce. Enforce. There we go. You got County of Aachen and the Bishopric of Prum. Romance. Nou, dat gaat hem niet worden. Abduct. Ja. Het lijkt me wel lachen. Ja, dat lukt niet, maar... So be it. Aken is van ons. Dan wil ik Holland nog. Oh, het valt nu onder de persoonlijke macht van de koning. Whoops. Dan gaat het niet lukken. Die twee kunnen weg. We zijn blijkbaar al een beetje dood. Het leger heb ik op dit moment niet nodig. Zit er nou zo'n gek lijntje? Is dat gewoon van mij? Het lijkt ook een beetje buiten te vallen.
Dat is omdat ik me aangeklikt heb. Nee. Ik heb er wel te veel, dat snap ik. Toernooiproblemen. Iemand in het water duwen van de paden tijdens het toernooi. Altijd leuk. Ze is... Ze wordt wel de toekomstige hertogin. Ze, de vrouw van mijn oudste zoon in het water duwen lijkt me geen goed plan. Verliest wel wat stress. Oh, en ik krijg prestige. Dat is het geval. Ik krijg een 25 penalty met aardig vinden. Oh nee, ze becomes my rival. Ja. Spend some time with Serja, dat is mijn vrouw toch? Ja, die ik net ontslagen heb als zijnde court physician. Of gewoon zo wat stress verliezen. 12 stress. Ja, ik verlies wat twee keer zoveel stress. Hoeveel stress heb ik? Best wel wat. Ah, misschien gewoon nog in het water huwen, dat kan je niet maken. Ik ga wel even met mijn vrouw praten. Twee domeinen te veel. Dochter. Boudewijn, kan ik jou al iets geven? Ja, dat kan. Als ik hem luik geef, daar was alles goedkoper. Dan kan hij zijn eigen geld inzetten om dat al een beetje te verbeteren. Denk ik. Dit is iets wat hij dan krijgt, omdat het toch al van hem wordt in de erfenis, blijkbaar. Claim op Holland. Ja, geef jou luik. Oké, ja, waarom Aken zo gek doet, geen idee. Het zijn wel heel veel trouwens. 1, 2, 3, 4, 5. Zitten er 2... Nee, dat is het ook niet. Ik weet niet waarom je nou een beetje zo versnipperd blijft. Control misschien heel slecht. Nou, niet heel slecht, nee. Ik kan er ook al wat bouwen als ik zou willen. Ik heb het geld niet, maar... Nog gevangenen trouwens? Nee, geen gevangenen. New perk! Drie extra stewardship of houden we op inkomsten... Een beetje richting de intrige gaan natuurlijk. Oh, die hadden we al, ja. Learning. Nou, we kunnen nog alle kanten op. Laten we eerst deze maar eens even vol krijgen. Nog goedkoper bouwen, alsjeblieft. Count Baudouin can become my ally. Ja, dat is mijn zoon, dus ik mag toch hopen dat dat lukt. Use the hook. Nee, dat kunnen we zo wel regelen, toch? Count Fallon mag Alexis of Antwerp. Hey, dat is een nieuwe. Die vervelende vrouw is weg. Pietanel. Marvelous news. Ah, de Alliance, right. Waarom vind je mij niet zo aardig? Once a seat on the council, ja. Moet je wel recht op hebben. Ik ben nou niet echt een top wat dat betreft. Act of tyranny. Nou, laten we dat maar niet doen. Dan kan je ook terugzetten naar normal. Waarom zou ik als ik... deze voordelen al heb. Je hebt een vrouw. Fearless Empath. Oh, dat is het. Maar ja, ik moet misschien wel even zorgen voor vriendjes met je hoor. Dan gaan we even zo te zien. Alright. Philippa can marry. Ja, ze kan met de leider van Venetië trouwen. Maar die wordt denk ik gekozen. Dus als hij doodgaat, dan is het niet zo dat onze kinderen daar, of haar kinderen beter gezegd, daar iets aan hebben. Chiefdom of Oosterland. Oh, dat is helemaal een IJsland. Mooi. Prestige gain. Oh, wauw. Ze krijgt 600 prestige. En ze trouwt met een kereltje van 6. Dan heb ik waarschijnlijk een van die Noorse huizen een beetje aan mijn kant. Matriarchaal doet ze niet. Dat is nou weer jammer.
can change Baudouin's contract. Nou, dat zou een beetje gemeen zijn. Nou, trouwens, het kan wel. Ja, cash. Nou joh, laten we even lekker wat geld hebben, dan kan hij ook wat opbouwen. Philippa. Ik hou er een reserve, kan ook nog handig zijn. Is not swayed, you will make another attempt. Alright. Wow, die heeft ook wat dingetjes, zeg. Maar goed, wij laten het hier. We zijn dus weer een provincietje rijker. Wat blijft dat gekke grensje hier lopen? Ik weet niet waarom. Wat doen we verkeerd? Misschien dat ik het kwijtraak op het moment dat we... Het is nu van mij. Air. Hij is toch gewoon... Nou ja, we zien wel. Volgens mij gaat het wel goed komen. Ik zeg bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer.